Vicepresident Ronnie Brunswijk is niet content met de recente financiële schandalen die zich hebben voltrokken bij verschillende overheidsinstanties. De afgelopen weken zijn een aantal financiële perikelen onder de noemer van mogelijke malversaties aan het licht gekomen. De VP merkt op dat hij zich afvraagt wat er nog komen moet. Nou, in ieder geval, kijk, is de regering, maar als je elke keer van de ene naar de andere, dan is het wel lastig, ja. Dat klinkt heel lastig in je oor. Die mensen vragen je wat gebeurt er enzovoort. En het is natuurlijk een heel lastige situatie wanneer je denkt van een geval naar een ander geval, en weer naar een ander. Ik weet niet wat morgen komt. Dus dat is het. Brunswijk stelt dat de negatieve ontwikkelingen wel in een zekere mate invloed hebben op het beleid welke moet worden uitgestippeld. Ondanks deze tegenslagen is het de bedoeling dat er bergen worden verzet. Dit is ook het geval in de kwestie bij de Surinaamse luchtvaartmaatschappij, dat zich nu in een turbulente periode bevindt, meent Brunswijk. Nou, beleid voeren, dat heeft niks te maken met beleid voeren. Het is wel frustrerend wanneer je al op een niveau is, dan word je geconfronteerd met iets die je weer een slag geeft. Dan moet je weer gaan herstellen en dan weer opnieuw beginnen. Natuurlijk heeft het invloed op je beleid. Nou, in ieder geval, kijk, je kijkt naar de schuldpositie van een bedrijf. En aan de hand daarvan, ik heb vanaf het begin gezegd, president, als we SLM weer redden, moeten we in ieder geval naar de schuldpositie van SLM kijken. Hoeveel is Suriname in staat om die schuld te betalen? Dan betalen we de schuld. Maar als je wil vliegen, je wil een bedrijf behouden, moet je vliegtuig hebben. Als je gaat leasen of wat dan ook, wordt andere bedrijf rijk daarvan. Dus je gaat SLM behouden omdat je SLM wil behouden. Dan moet je ook kijken naar wat binnenkomt. Maak je winst, maak je geen winst. En als je geld in een bodemloze put stort, dan gaat het door. Maar als je goed beleid ontwikkelt, zeg van SLM staat nu hier. En met deze beleid, wanneer wij SLM willen gezond maken, dan moeten we dit doen. En dan heb je een plan, dan ga je plan uitvoeren. Brunswijk wilde zijn mening niet geven over de recente ontwikkelingen bij de SLM. Hij merkt op dat hij zich vanaf zijn aantreden als VP niet erin heeft verdiept. De zaken bij dit bedrijf worden veelal door het kabinet van de president gemonitord. Brunswijk zegt dat als het bedrijf onder zijn beleid zou vallen, hij een andere aanpak zou hanteren.